Ik ben Castel. Ik ben een 15-jarige leeftijd gestopt met school. En nu verdien ik mijn geld met drugs. Heel veel drugs. Ik loop 20, 30 man langs per dag om gewoon mijn brood te verdienen en mijn moeder te voeden. Dit is niet zoals ik het wil, maar het moest. Op een gegeven moment ging ik naar Venezuela om daar cocaïne te smokkelen. Het ging helemaal goed, dus ik dacht, ik doe het nog een keer. Maar de tweede keer dat ik het deed, ging het compleet fout. Heftig nam me over en ik wou meer geld verdienen. Ik was verslaafd, niet aan de coke, maar aan het geld. Ik had 2 kilo coke op zak, maar ik werd gepakt. Ik ging compleet niet. Dit is mijn verhaal van de terugreis van de Dominicaanse Republiek. No sé qué me pasa en las cuestiones del amor. Tamare, Gaston, schiet eens op, ben je al klaar? Ik ben bezig, man, rustig aan. Ik ben nu de zakjes aan het dichten. We moeten over 20 minuten op het vliegveld zijn. Lukt wel. Hier, dit is toch anti-hondenspray? Ja. Zo, anti-hondenspray erop. Ik moet zo'n poos worden, man. Ik plak wel op je rug. Geef mij die tape. Zodat de hondjes het niet zien. Zit het? Ja, het zit. Oké, shirt eroverheen. Jasje eroverheen. Ik heb de andere coke onder in mijn tas. In die geheime laag. Ja, dat is goed. Ja, kom, we gaan. Je gaat die money verdienen. Ja. Ik kwam aan op het vliegveld. Ik keek rond en zocht naar mijn gate. Ik keek op het bord. Amsterdam. Gate 9. Er waren hier maar 10 gates. Het moest makkelijk worden. Ik ben op veel grote vliegvelden geweest, zoals bij Venezuela. Dit is makkelijk. Ik zat aan in de rij en checkte in. De tas hield ik bij me. Ik zweette me echt kapot toen ik bij de poortjes kwam. Vlak voor ik door het poortje moest, zette ik mijn tas op de band. Ik liep een beetje krom door het poortje. Ik kwam aan in de wachtkamer. Het was een donker kamertje met 1 lamp, een tafel en een paar stoelen. Ik zat in iemand anders. Ineens kwam iemand aanlopen. Hij deed zijn portemonnee open en ik zag een badge. Het stond op, politie. Venier. Kom. Venier. Yes. Go and do something with your lazy ass, man. Got something. I need to talk to him. Okay. I'll just go to my colleagues and I will talk to you in a second. So. Mr. Castel. Castel. A flight to Amsterdam? Yes. Do you got anything on your body? No, only my phone and my keys. Are you sure of that? I'm pretty sure of that. I'll get them out for you. Let me check. Why is that needed? It's not needed. Let me check. Inspect this. Go down. I'll go. I need to get you down in the cell. Okay, you're right. Puta madre, you got camo. Move steps.
Ik werd wakker in een klein bewaakt ziekenhuiskamertje. Ik keek rond en zag dat er water lag. Ik hoorde mensen schreeuwen. Ik trok mijn vliezen eruit en ging weg. Er ging een alarm op. Toen ik de trap opliep, kwam ik aan bij de lobby. Hij was helemaal ondergespoeld. Ik wist het, er is een tsunami bezig. Dit is mijn kans om te ontsnappen. Ik moest weg van deze vreselijke plek. Waar ben ik toch beland? Ik zag ergens staan, Salida de personeel. Dat betekent personeelsuitgang. Ik koos deze weg. Niet weten dat er nog een beveiliger stond. Ik vertrok meteen naar het vliegveld. Daar stond ik weer, in de rij, wachtend voor mijn vlucht. Deze keer kwam ik in mijn vliegtuig. Terug naar Nederland. Terug naar Amsterdam. Terug waar ik vandaan kwam. Terug naar huis. De plek waar ik geen stress voelde, waar ik veilig was. Dit is het moment dat ik realiseerde dat ik moest stoppen met drugs.